Afgelopen weekend werd voor de tweede maal in Woerden het evenement Gluren bij de Buren gehouden. Bij dat evenement stellen mensen hun woonkamer beschikbaar voor een muziekoptreden of een theatervoorstelling. In 2018 doet het evenement mogelijk mee aan de landelijke Gluren bij de Burendag. Dat vertelde Mark van Leeuwen in het RPL radioprogramma Welkom Weekend. Denken jullie al na deze uitvoering van deze 6 november aan nieuwe plannen voor een nieuwe start van Gluren bij de Buren, de derde editie, of wordt daar nog niet over nagedacht? Ja, er wordt zeker wel over nagedacht. Er speelt ook nog meer in het Gluren bij de Buren land. Oh, mag ik dat weten? Ja, want de organisatie uit Amersfoort die heeft een landelijke Gluren bij de Burendag strakjes in februari, 19 februari als ik het goed heb. Dan gaan alle edities die dus nu zijn op één dag plaatsvinden. Wij hebben alleen gezegd, we gaan daar dit jaar nog niet aan meedoen. Omdat we ook in aanloop met nachtcultuur strakjes zitten. En we even voor onszelf goed moeten bekijken, is het handig om daar aan mee te doen. Dus misschien dat er in 2017 geen editie van Gluren bij de Buren is. Maar dan weer in februari van 2018. Dat we dan met z'n allen dus een hele landelijke dag gaan houden. Maar dat zijn plannen. En dat zijn nog plannen. Die gaan jullie uitwerken. Maar zou dat dan een zomereditie worden? Of ook een najaar- of wintereditie? Het is in februari. Dus want nu aankomende februari is dan 7 of 8 steden tegelijk. En dan zouden wij dat jaar erop ook meedoen. Inwonersbelangen pleit voor het weer bewonen van de molenaarswoning in Molen de Windhond in Woerden. In de raadsvergadering vroeg de partij aan wethouder Ivo ten Hagen waarom de molenaar, die al 5 jaar in dienst is, nog steeds niet in de molen kan wonen. Volgens ten Hagen houdt dat verband met de privacy. Wanneer de woning weer bewoond wordt, kan dat problemen geven omdat het gebied rond de molen openbaar is. De openbaarheid moet volgens ten Hagen eerst geregeld zijn. Hij wilde geen uitspraken doen over het moment waarop daar duidelijkheid over bestaat. Het gaat goed met de foyères aan de Oostsingel van de stichting Vrienden van het Vogelpark Woerden. Dat was de boodschap van voorzitter Jos Wieleman van de stichting tijdens de open dag voor vrijwilligers en donateurs. Jos Wieleman, voorzitter van de Vogelvrienden aan de Oostsingel. Een open dag. Waarom een open dag? Of een open middag? Ja, dat is omdat we wat doen voor de donateurs. We hebben een groot aantal donateurs. En we proberen elk jaar een middag te organiseren waarbij ze elkaar kunnen treffen. En waarbij we dan ook de vrijwilligers weer kunnen bedanken voor hun inzet. Hoe staat het met de belangstelling voor deze foyères? Nou, er is een grote belangstelling. We krijgen steeds positieve reacties van oudere mensen, mensen met kinderen, mensen die er langskomen, de hond uitlaten en dat soort zaken. En ook mensen uit het buitenland die hun familie hier bezoeken. En er zijn ook een groot aantal donateurs die ook een financiële bijdrage leveren. En alles wordt gerund door vrijwilligers. Hoeveel hebben jullie er? Ja, dat zijn 2 vrijwilligers die hier elke dag zijn voor de vogels. Die dan zorgen dat er voldoende voedsel is. In de broedtijd dat er aangepast voedsel is, dat er nesthokjes te zijn. En zij zijn ook aanspreekbaar voor kinderen die daar te loopstand aanwezig zijn. En in de weekenden is er ook nog iemand anders die dan de zorg op zich neemt. Hier aan de Singel onder de watertoren staan 2 foyères. Hè. Ze zijn aan elkaar gebouwd. Misschien zeggen jullie officieel dat het er 3 of 4 zijn zelfs. Is dat voldoende of zou je er eigenlijk liever een paar bij zetten? Ja, we hebben erover gedacht om dat uit te breiden. Dus, maar dan hadden we wat meer fondswerving ook moeten doen. Aan de andere kant, dit voldoet goed. En als je weer uitbreiding doet, brengt het ook weer meer kosten met zich mee. En omdat we met name streven naar continuïteit, en die continuïteit is bedreigd geweest, willen we alle gelden die we nu hebben op dit moment behouden om de bestaande situatie te handhaven. Oké, dankjewel.